Dag kerstman! Hoi! Hoi! Dag lieve kijkers! Hey! Kijk eens! U bent de vlogger uit Den Helder, toch? Ja, klopt! Helemaal! Ja! Kijk eens, hey, nou, we willen even namens de brand, we willen u fijne dagen wensen. Oh, dat is er staan wat kleine tips op voor brandveiligheid. Ja! Ga ik daarin doen. Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Het is vandaag zondag, derde adventszondag. Vanavond 3 kaarsjes, daar bij de stal aan. Het is vandaag de 17e van de 12e, 2023. We leven om 1:03, lekker betijds, ja. We hebben keurig netjes gekleed, weer in feestkleding, glitter, enkeltjes al een oude jurk, die ik ook gewoon wel eens door de week aan heb, ja. Ik heb één probleem met deze jurk, hij kruipt omhoog en dat is iets waar ik niet tegen kan, ja. Ik moet iedere keer naar beneden trekken, maar hij is er wel mooi op zich, ja, echt wel. Maar ja, ik kan er gewoon niet tegen. Dat het omhoog kruipt. Ik kan ook niet tegen kooltruien. Vroeger wel hoor. Maar ja, er is wat gebeurd waardoor ik er niet meer tegen kan. Ja. Wat? Nou ja. Dat is geweest het verleden tijd. We kijken naar de toekomst. Ja. En het was enkel geen pretje. Dat zeg ik wel. Jij hoort daar niet te staan. Jij behoort daar te staan. Dus ja, dat dus. En nou, ik had gisteren al gezegd dat wij vandaag vanmiddag weggaan het centrum in. Het zal. Ik zal even een foto van ze laten zien. Maar nu moet ik het even zodanig weten op te vouwen. Ja. Die ook even die kant op. Nou, die tekst eronder, dat verheugt maar een klein beetje. Ja. Ik denk dat jullie dat zo wel zien. Dat is dus ouderwetse kleding hebben ze aan. Van weet ik veel welk jaar. We zeggen dan uit jaar 0. En staan ze hier en daar te zingen en te jodelen en te doen, kerstliedjes. Ja, vreugde brengen, warmte geven. Er is ook een drankje in een snapje ergens te vinden. Dus ja, we gaan er gewoon voor. We gaan gewoon even kijken hoe leuk dat kan zijn. En jullie gaan uiteraard mee. En ja, ik ga eerst de meisjes uitlaten en in die tussentijd. Het hoeft niet, want hij geeft vol aan. Maar ik ga jullie wel aan de lade zetten. Totdat we weggaan. Ja, komt helemaal goed. En ja, ik moet wel met handschoenen nawerken. Ja, echt. Dat doen we wel. Want het is veel te koud. Want het was 10 graden, dat klopt. Het is 10 graden, maar het voelde aan als 6 graden. Dus ja, ik moet wel handschoentjes aan hebben. Ja, echt wel. Maar oké, ik heb gewoon mijn oude oorbellen ook in, maar die blingen ook. Dat zijn dat wat ik gisteren ook in had, dat geslepen spul, weet ik veel. Mijn nieuwe, dat lijkt mooi voor de kerst. Ja, dat legt daar goed. Dus, komt helemaal goed. Zit je dus hier nog te kijken? Dan worden vrouwtje, schiet nou op, Jamil, jij bent al 10 keren buiten geweest. De enige die zielig kan kijken, die er nog maar 1 keer uit is geweest, dat is die daar. Hé? Joh. Maar oké, ja, we gaan gewoon ervoor. En ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Maar geniet zeker ook met ons mee. Tot later. Doei. Zo, ik ben met de meisjes weer thuis. En het is nou de hart op in mijn haar. Nou, dat ziet er geloof ik niet meer uit. Ik zie dat zo niet.
Dus, maar dat komt wel weer wanneer we thuis zijn, want het waait als een raket. Ja. 13:48, ja, die loopt iets achter. 13:48. Maar ja, het waait als een raket, dus ja, dan gaat je haar automatisch door de war, hè. Dat hou je, ja, kan ik ook niks aan doen. Maar we gaan er gewoon voor en ik hoop dat er inderdaad wat te doen is en dat het gezellig is. Ja, dat het vloggen waard is. Dus we gaan die kant op en jullie gaan gezellig mee in mijn tas. Ja, ik doe niks in de houder, want nee, dan heb ik dubbel op. Ja, het is of het een of het ander. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen, geniet er in ieder geval van als er wat is. En anders moet je thuis genieten of met hetgeen wat jij doet. Ja. Ik zou zeggen, tot later. Dag kerstman! Hoi! Hoi! Dag lieve kijkers. Ja, nou, dan kwamen we toch nog de kerstman tegen met twee elfjes. Dus helemaal leuk, helemaal geweldig. Maar ja, ook die lopen natuurlijk door, want het is koud. Ja, en er is ook een stadstreintje die weer door de stad heen rijdt. En er is ook een halte bij Bellevue, een echte leuke halte. Ik laat het jullie eventjes zien, maar ik moet even mijn tas dicht zien te krijgen. Ik laat het jullie even zien. Dan gaan we daar even naartoe. Nee. Ondanks dat het wel een rotje koud is. Het treintje rijdt al door. Het is om 1:30. Ja. En dan heb je daar de halte. Hier is de halte. Hier mag je in staan te wachten totdat het treintje eindelijk gearriveerd is. Kerstboompjes bovenop en dan weer zijde een kerstboompje. Hartstikke leuk gedaan. Het is denk ik gewoon van pellets gemaakt. Ik weet het niet. Zo te zien wel. Nou, daar heet de kerstman en de elfjes weer. En dan zal ik mijn booster weer even omdraaien. Voilà. Nou, en de brandweer is ook van de partij. Maar waarom, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee. Wat er aan de hand is, Joost mag het weten. Maar ze hebben ook allemaal een kerstmuts op, dus er is niks leuks hoor. Kijk hier eens aan. Hey, kijk eens. U bent de vlogger uit Den Helder, toch? Ja, klopt. Helemaal. Ja. Kijk eens, hey, we willen even namens de brand, we willen u fijne dagen wensen. Oh, dat is er staan wat kleine tips op voor brandveiligheid. Ja. Ga ik daarin doen. Het lampje, ja, ik laat het plasticje er even bij zitten, ja, als u maar wil doen. Ik heb zelf ook van die dingen. Ik heb toevallig bij Thuiscentrum, ja, heb ik twee hele mooie kaars gekocht. Op afstandsbediening werken die. En dat vlammetje gaat ook echt heen en weer. En dat zie je op het plafond, et cetera. Zo leuk. En daar hebben we onze Dick Bres. Ook dat nog een keer. Hey, fijne dagen. Dankjewel. En jullie ook, hè. En hopen dat er niet te veel brand komt. Hey, hey, schat. Hoe is ie? En met mij goed, hè? Ja, ik heb afgelopen nacht. Ik heb allemaal te. Nou ja, ik kreeg hetzelfde dan wat jij kreeg. Ik kreeg een kaartje, veiligheid. Ik zeg maar, het gaat over de route in de binnenstad. Ja. Maar ze doen alleen als er nood is, dan krijg je berichten. Ik denk vannacht ging het niet goed, want ik moest vannacht even twee noretten heen nemen. Ken het nou weer? Hoe ken het? Als je. Dat hangt in de lucht, hè? Maak je je eigen druk? Hey, Frankie, onder andere, ja, maak ik me ook druk, maar het hangt ook in de lucht, hè. Het heerst. Het heerst. Er zijn zoveel mensen die je hoort klagen. Hoofdpijn, rugpijn, last van de maag en misselijk. Maar verder is niet ziek. Echt niet echt ziek dat je op bed moet. Nee, ja, ja, oh, ja, dat heb je natuurlijk. Ja. Nee, ik ben aan het filmen, zoals je ziet, hè. Heb je de kerstman al gezien? Ja, die zijn daar naar binnen, daar hoor. Oh ja, daar, ik zie hem daar weer lopen. Dat, Oh ja, ja, ja. Nou ja, ja, inderdaad. Daar loopt hij weer.
ho, 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 ho. Nou, ja. Nog een keer. Ho, 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 ho. Brandweer, brandweer. Ja, brandweer. Ja. Hij staat nog stil. Ho, ho. Ja, daarom. Nou, doe je rustig, man. Ik altijd, schat. Fijn. Oké, lieverd. Doei, doei. Ik ga de krampjes uitzien. Ja, mevrouw. Heb ik net gekregen. Ja. Nou, lieve vrienden, we gaan hier even naar binnen. Jij hebt altijd van mij. Ja. In de kamer. Ja. En niet een van alle winkels zijn open. Waarom nou niet? Ja, ik doe jullie even uit, want ik moet nog even ergens naar binnen. Oh, kan niet. Die is ook gesloten. Ha! Balen. Nou, dan wordt dat morgen. Ja, we racen eventjes hier langs. Ik dacht dat die mensen hier al stonden te zingen ergens binnenin. Waar staan die mensen dan te jodelen? Oh, ik vroeg, waar staan die mensen dan te jodelen? Ja. Uh-oh. Uh-oh. Ja, we hebben geen kerstboom, vanwege dat, omdat we hier aan het bouwen zijn. Dus ja, hoe dan? Hè? Voor het station is ruimte. Op het grasperk, daar waar die auto staat, daar is ruimte. Dus ja, hoe dan? Hè? Ja, waar ze aan het jodelen zijn, ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Er komt wel een treintje weer aan. Dat is wel zo leuk. Gaan we even het treintje tut-tut bekijken. Of niet dan, meneer? Ja, wat leuk. Ja, even het treintje tut-tut bekijken. Treintje tuut. Ja, vind ik leuk. Ja, ik ook. Maar er zouden ook een groep mensen zijn die aan het zingen zijn door de stad. Dat stond in de krant. Ja, ja, maar volgens mij, ja, klopt, ja. Had ik ook ergens gelezen, ja. Ja, het stond in het huis aan huis krantje. Ja, klopt, had ik ook ergens gelezen. Ja. Ik weet het even niet waar. Stond in op het voorpagina, dus ja. En die ben ik aan het zoeken. Ja, vind je wel. De kerstman heb ik al gevonden. Oh, kijk, dat is leuk. Met zijn elfjes. Maar het is wel koud, hoor. Ja, rustig aan, maar hij zit een beetje uit de wind, gelukkig. Ja, daarom. Ja. Nou, succes. Doei. Hebt u ook nog mensen zien zingen? Nee. Jammer. Die heeft ze dus niet gezien. Ja. Ja.
En dan hebben we ook natuurlijk vanzelf de ijsbaan daar weer staan. In het midden. Zodat je dus daar niet meer langs kan. Ja, via de stoep of zo, weet je. En ik hoor ook niks zingen, hè? Ik hoor geen muziek, niks. Dus ik denk dat dat er niet is. Gorgeous. Zo dan. Ik ben een vlogster. Vlogster. Ik vlog op YouTube. Ja, ik ben fotograaf. Ja, nou, jij komt nou op YouTube, wanneer, weet ik niet, want het staat nou mijn camera. En ik heb op mijn computer nog het een en ander, dan moet ik allemaal nog editen. Ja. Dus ja. Dat is perfect. Dat is perfect. Maar, Can I take a picture? Ja, yeah, natuurlijk. Natuurlijk. Ik ben een vlogster, dus ja. Ja, perfect. Dankjewel. Kun je onthouden? Sorry? Kun je onthouden? Nee. Mijn naam, want dan kun je mij volgen op YouTube. I'm sorry, like, my Nederlands is not nog good. Niet goed. Yeah, jammer. Niet goed. Sorry. Kom dan. Ik ben toerist. Oké. Okay. So. Nou, oké. Okay. Doei doei. Doei doei. Jeetje, wat een wind woei waai. Nou, daar hebben we dus de ijsbaan, zoals ik al zei. En dan gaan we via het zebrapad de stoep op. En ik hoor helemaal geen gezang. Ja, wat is ik hoor helemaal niemand zingen, niks. Heel raar. Kijk, notenkrakers vind ik ook leuk. Notenkrakers. Die is ook leuk. Die is ook leuk. Ziet dat ik bezig ben. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Allemaal van die stukjes hout. Ja, echt leuk. Hoi. Hoi. Het is wat, hè? Als je erin wil kijken, is het wat, ja. Ze liggen allemaal zo diep. Ja. Moeten we nou nog kaarten schrijven? Ja, nee, die worden weggestuurd. Maar ik ben altijd kaarten aan het kopen. Ja, en ook weer voor het nieuwe jaar, zeg maar. Ja, maar ik ben gewoon, ik verzamel ze ook, dus... Oké. Ja, dat kan ook. Nou ja, ik heb een andere hobby, zoals u ziet. Ik zie het, ja. Je kan mij op YouTube volgen. Oh, YouTube doet me niet aan. Ja, alleen leuke wel. Filmpjes van artiesten en zo, maar... Nee. En ik zit ook op TikTok. Dus... Oh, daar zit ik al helemaal niet op, daar zie ik helemaal niks van. Leuk hoor. Nee, dat doe ik allemaal niet. Ik vind het geweldig. Ja. Maar oké. Ik zit ook niet op Facebook. Ja, daar zit ik ook op. Ja, ik heb daar namelijk zelf heel veel groepen op met een heel team. Nee, echt niet. De groep is van mij, maar ik heb een heel team achter me. Dus nou, die komen we de kerstman weer tegen met zijn elfjes.
Jullie komen echt overal, hè? Jezus! Ja, klopt. Helemaal. Hè? Gangtrauma. Hoezo nou weer een gangtrauma? Hallo? Oh god, word je vlegen? Had ik niet achter je gezocht. Toch nog even een hoop winkels dicht, mensen. Ja. Niet veel open. Halen. Je hebt het druk zeker. Kom je straks koffie halen? Bij wie? Bij mij? Nee, ik heb het druk. Waarmee? Met die, zorg dat die trein overal doorheen kan. Ach shit. Flikkeren ze zo'n winkelier, die flikker die paal er weer in en dan... Ja, en dat mag niet. Krijgen we een oproep. Ja. Ze hebben allemaal weer ingehad door deze dagen dat de treintje rijdt. Zeg, maar, nou heb ik een andere vraag. Weet jij soms waar die groep met zangers zijn? Die zangen... In de krant stond er een foto van een groepje in ouderwetse kleding met die waren aan het hier vandaag? Ja, gisteren en vandaag. Ik weet het niet. Ik heb het wel ergens gelezen, maar wat het nou is of het nou... Dat was hier. In de hier in de binnenstad? Ja. Niet op de Cape Holland? Nee, want ik zag een foto met kraampassage op de achtergrond. Ja, ja. Nou ja, dan moet het hier in de buurt wezen. Maar ik heb nog niks ik gehoord. Ik hoor niks, zie niks. Nee. Nee. Maar ja. Gaan wij zingen? Ja, Stille Nacht. Sinterklaas kapoentje. Nee, Stille Nacht. Nou, doei. Ja. Het is echt bizar koud, mensen. Hoi. Nou. Nou. Ja, ik ga jullie weer afsluiten. Want ik heb het koud. Ja, ik heb koude handjes. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, mijn hemel is het roetje koud. Echt mooi. Wel mooi weer hoor, maar het is ook zo koud. En die zangkoor, dat groepje, zat gitaar bij, heb ik gehoord. En nog een iets anders. En ze zongen dan, maar nergens te zien, maar ze lopen er wel, maar... Ja, je moet ze maar net tegenkomen. Ze kunnen ook natuurlijk even naar binnen ergens zijn om warm te worden. Je weet het niet. Maar in ieder geval, ja. Ja, en dit heb ik van de brandweer gehad, hè. Veilige feestdagen. Ja, de brandweer wenst u veilige feestdagen. Nou, kijk maar goed, dat staat er dus op. En dan draai ik hem zo om en dan kunnen jullie dat ook nog lezen.
Ja. Gelezen? Ik weet het niet hoe snel jullie zijn. En dan zet je maar een pauze. Deze tips zijn om veilig feestdagen te vieren. Controleer of de snoeren van de kerstverlichtingen en versiering nog heel zijn. Nou, ik heb al lang al versierd, dus ja, hallo, ik weet niet. Zet fondue en gourmetstel op een niet brandbaar onderblad. Dat is logisch, hè? Dat is in de... rol haspels altijd helemaal af, ook bij fondue of gourmetstellen. Ja, logisch. Dat zeg ik ook altijd, net als bij een stofzuiger. Haal het snoer er helemaal uit. En niet voor de helft erin laten. Plaats bij een vlam in de pan, de bijbehorende deksel rustig op de pan. Dus plaats bij een vlam in de pan, de bijbehorende deksel rustig op de pan. Open haard of kachel aan, u stookt met schoon en droog hout. En niet met dat natte, want dat gaat stinken en ja. Dus ja, dat dus. Ja, nou, geweldig, ja. Ik heb er enkel niks aan, want ik heb het al lang al gezeten en ik controleer het toch gelijk. Want anders kan ik toch niet versieren als mijn snoer kapot zit. Dat gaat dan toch niet. Ja, lastpot. Ja, meneertje is lastig. Maar oké, ik heb een bakje koffie voor mijn neus staan en een bounty. En dat ga ik lekker even nuttigen. Ik moet Mary bellen, want die heeft ook gebeld. Terwijl ze ik gisteren had verteld dat ik vanmiddag eventjes de hort of zo. Ja, en ik wil ook even zien hoe het met mijn dochter is. Dus ook die ga ik even bellen. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik denk ik kom maar weer even lekker gezellig bij jullie binnenwippen. Ik ben met een plaatje bezig, gewoon een simpel plaatje van 2024 als voorstukje bij de vlog. Met een vrouw in een witte bondjas en een meisje in een witachtig jasje. Het is niet wit, het is niet grijs, het is niet blauw. Net zo min als die jas van die vrouw. Het is ook niet zuiver wit. Er zit een beetje bruin in. Dus ja, zoiets gaat hij eruit zien. Ik moet nog een achtergrondje qua kleur in. Maar dat komt allemaal wel. Ik heb hem net eventjes zo opgeslagen dat ik er straks mee verder kan. Maar we gaan nou eerst eventjes de kou in. Dus ja, ik had trouwens nog wat gekocht vanmiddag. Ik wil jullie niet laten zien. Maar Willy, mijn huishoudelijke zorg, die heeft ook zo een en ik had een andere kleur. Ik zal hem even erbij pakken. Ja. En hier een hele lange sjaal. Heerlijk zacht voelt hij aan. Maar ik voel, dat is het labeltje. Dat kan ik nou toch niet lezen. Het is een zwart labeltje met hele grijs lettertjes erop, geloof ik. Dat kan ik nou niet lezen. Maar ideaal, lekker zacht, lekker warm dan ook, hè. Het is van het Angora, daar lijkt het heel veel op. Een hele zachte. En dus, en dan schijnt ook niet te pluizen aan je jas of wat dan ook. Dus ik ben benieuwd hoe en wat. Dit is gedraaid en daar een knoopje erin. En ik hoor een hoop muziek en ik denk dat daar vandaan komt. Maar ja, ik mag niet klagen. Nee. Dus doen we het ook maar niet. Ik heb de televisie nou even zacht omdat ik met jullie in gesprek ben.
Maar ik ga zo lekker mijn meisjes uitlaten. En dan, als ik terugkom, dan gaan daar 3 kaartjes aan. En nog de kerstverlichting op de batterijen gaan nog aan. De rest hek allemaal al aan. Buiten zijn de 2 bossen eindelijk uit zichzelf ook weer aangegaan. Daar ben ik ook blij mee. Hoef ik daar niet voor naar buiten, mits er weer nieuwe batterijen in moeten. En ja, de rest brandt gewoon. Ik ben gewoon er blij mee, ja. Alles doet het. Alles doet het gewoon. Ja, alles. Ja, behalve de hal niet, dat vind ik niet nodig. Ik heb het er wel hangen, maar ja, waarom ik het daar heb hangen, ik weet het niet. Maar voor het geval dat je onverwachte krijgt, dat je daar toch licht hebt wanneer ze naar het toilet moeten. Ja, je weet me nooit. Ho, meisje al omhoog. Oh, ik rijd er overheen. Oh, godje dikkie. Moet me niet. En mijn meisje legt daar zo lief. Hé, jij. Ja. Daar ook al een hondje. Maar daar heb ik ook nog een heel lief meisje. Hé, hey, ja, kind. Ja, ga zo lopen. Maar ja, in ieder geval, die doet het. Die brandt. Ik hoop dat jullie dat zo'n beetje kunnen zien. En daar in de verte tegen de schutting, die brandt ook. Ja, en die wordt alweer zielig. Moeten we een nieuw batterijtje zien. Ja, het komt daar vandaan, die muziek. Tjum, nog van toe. En dat moet dan een clusterhoofdpijn hebben. Oh, sorry. Nee, gaat het bij mij niet in. Oh, dan heen, niet zo hard de muziek aan. Vind ik hoor, maar ja, wie ben ik? Als ik hoofdpijn heb, kan ik sowieso al geen muziek om me heen hebben. Mits ik dan met mijn vlog bezig ben, maar dat is maar heel even, heel nihil. Maar dan ben ik blij dat het weer weg is en dan heb ik liever die televisie op zachtjes staan aan. He, dat ik toch wat afleiding heb, maar ik kan het niet zo hard hebben. Dan dat hij het hebt. Nou is het even stil. Maar ja, in ieder geval. Lieve vrienden, ik ga lekker mijn wandel-app erbij pakken. En dan gaan we lopen. Ja. Dus dat gaan we gewoon doen. Wandel-app. 77 stappen. Nou, het zal. Zo, nou oké, okay, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. Maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn er weer. Ja, het is weer tijd om af te sluiten van deze dag. En op weg naar een nieuwe dag. Ja, ja. Het is namelijk al weer 1:07. Ja, en mijn oogjes die vallen ze wat toe. Dus we gaan naar het bedje toe. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Degene die nog werken moeten, werk ze. En degene die al vrij zijn, nou, neem het er lekker van. En geniet ervan met hetgeen wat je allemaal doen gaat. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!